Winderig en ijzig is het op Sportpark De Bongert. En dus wordt voorafgaand aan Barendrecht HFC de plaatselijke Zamboni van stal gehaald om het veld helemaal groen te krijgen. En ook de vegers kunnen een duit in het zakje doen. En dat kou een relatief begrip is, zien we hier. En dan kan er eindelijk gevoetbald gaan worden tussen de nummer 4 en nummer 11 van de tweede divisie. Voorzet van Eekman komt voor de voeten van Esaias. De doelman van HFC Boks heeft hem in twee instanties. De openingsfase dus ook voor de favoriet op voorhand van dit duel. Jongman, na een half uur spelen. Bal weggekopt. Eekman. Ja, ziet daar Esaias weer goed weglopen. En door de benen van Boks is het raak. 1-0 voor Barendrecht. En vorige week maakte deze Esaias ook al een doelpunt. En Barendrecht is in vorm. Incasseert weinig tegentreffers en wint veel. In de tweede helft een goed schot van Volkert. De linksback van HFC. Het zit de Haarlemmers ook niet mee. Al 4 keer op rij verloren. En als dit soort kansen er dan ook niet ingaan, dan heb je pech. Esaias geeft af. Voorzet gaat richting de tweede paal. Invaller Caldi. Nog een kwartier te spelen en het is Monster die overschiet. In de blessuretijd dan nog 1 keer Koninklijke HFC. Het wil wel veel, maar het kan heel weinig in deze wedstrijd. Tot hier Tamiris. Fantastische redding van Van Splunter en dus verliest HFC voor de 5e keer op rij. Want ook deze laatste ingooi levert geen kans meer op. De scheidsrechter fluit af. En Barendrecht voor de 3e keer op rij met een overwinning. En weer geen tegengoals.